We kennen natuurlijk het Hilversumse carnavalslied. Dat is een vluggertje, een snabbeltje, niet met het hart geschreven. In 1968 scoorde Toon Hermans als eerste een nummer 1 hit met Rien, waar is mijn feestneus? Daarna volgen nog talloze Brabantse successen, met onder andere de Deurhakkers, met Kakkers lekker door, Pierre Kerner uiteraard, met Vader Abraham had 7 hele grote bloemkolen, Henk Kerstens met Ik wil op mijn kop een bloemetjesgordijn, en natuurlijk de kraker die je nu op de achtergrond hoort. Bij ons staat op de keukendeur van de twee plinten. Een succesvol carnavalslied is vaak het resultaat van een flitsende inval. Eenvoudig houden, niet te veel nadenken, net zoals de twee deurplinten dat deden. Bij ons staat op de keukendeur, het is niet altijd rozengeur. Tja, je moet er maar opkomen natuurlijk. Bij ons stond dat altijd op de wc-deur, het is niet altijd rozengeur. En dat klopt ook wel, toch zeker als onze Theo erop had zitten schijten. Vandaag ga ik ook een carnavalsplaat maken in deze studio. En als het kan, moet het een echte meezinger worden. Ik kijk altijd naar het weer van Henkie. Kijk zo graag naar het weer met Henkie. Ik kijk naar Henk Huppelschoten als hij het weer voorspelt. Ik kijk vaak Huppelschoten als hij het weer voorspelt. Ik hou het op het weer van Henke. Het op het weer van Henkie. Henk, ja, dat is mijn held. Want Henk is mijn held. Zo, we geven een paar coupletten er tegenaan, sodemieter en klaar is Henk. Zeg mannen, ja? Wat dachten jullie van zo'n refreintje? Kunnen jullie daar een mooie, makkelijke meezinger van maken? Oh. Ik kijk altijd het weer. Ja, ja. Ik kijk altijd weer van Henkie. Ik kijk altijd weer van Henk. Al is het weer weer maaltijd. Het is er niet zo slecht dat onze Henk het brengt. Ik kijk naar Huppelschoten als hij het weer voorspelt. Ik hou het op het weer van Henkie, want Henk is mijn held. Ja, ja. Regent het in april, reeds als een gieter. Het kan Henk schelen een sodemieter. Uiteraard krijgt u ook nog een weerprognose van mij voor de komende dagen. Er zit een storing aan te komen, beste kijkers. En die trekt vanuit het zuiden ons land binnen. We hebben er weinig last van, want ze spelen met een 4-3-3 systeem, zoals u kunt zien. Met hangende vleugels. De verdedigers die willen dan nog wel eens buitenom komen, maar daar hebben we weinig last van. Want dat valt buiten Brabant, dus daar hoeven we verder geen 8 op te slaan. Nog niet eens 7 eigenlijk. Ten slotte nog de weerspreuk van deze week. Komt carnaval met mooi zacht weer, dan gaan de buitenwippers al vroeg tekeer. Zo. En wanneer hebben jullie voor het laatste nummertje gemaakt? Henk is mijn held. Yeah.